Ja, meneer Wiegel, u spreekt met Micha Kat, journalist. Goedenavond. Ah, meneer Kat, u hebt volgens mij 100 jaar geleden ook al eens gebeld. Nou, dat is volgens mij geen 100 jaar geleden. Misschien iets korter. Oké. Maar ik vroeg me af, heeft u vanavond de uitzending gezien van Eén Vandaag over de heer Joris Demmink? Nee, heb ik niet gezien. Oké, nou goed, het was een heel interessante uitzending waarin dus uw partijgenoot Demmink voor de zoveelste keer eigenlijk wordt neergezet als een pedofiel, als een kinderverkrachter. Ja, u hebt mij daar al eens eerder over gebeld, geloof ik. Ja, klopt. Een jaar of twee geleden was dat. Mijn vraag eigenlijk is van, hoe staat u in die hele affaire Demmink? Wat vindt u ik weet het niet. Ik heb het niet gezien. En er is allerlei onderzoek geweest, vroeger ook, dus ik zeg er niks over. Want tot nu toe is wijst alles ernaar dat het allemaal buitengewoon zorgvuldig is onderzocht, ook door justitie en door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Nou, dat is helemaal niet waar, meneer Wiegel. Nee, dat is absoluut niet waar. Het blijkt dat er helemaal niets is onderzocht. Dat het allemaal leugens zijn van justitie. En morgen dient bij het gerechtshof in Arnhem dient een nieuwe zaak van twee Turkse jongens. Die dus claimen door... Daar heb ik iets over gehoord, ja. Ja. Dat ze het nieuws sloken van 6 uur of zo. Klopt, maar hoe... Ik zeg er verder niks over, want dat is hoogst onbehoorlijk. Want om dat wel te doen, want als er een bepaalde juridische positie wordt gekozen, dan is het wel... buitengewoon onverstandig en ook zeer onjuist om daar van tevoren van alles en nog wat over te melden. Nee, maar meneer Wiegel, het gaat namelijk over de VVD. Want inmiddels hebben we ook een meneer Fred Teven. Fred Teven, die is... Wat zegt u? We hebben nu een... Ik rijd door een van de tunnel nu, dus ik ben moeilijk te... Nou, we hebben dus... Bent u er nog? Ja, zeker, zeker. Hoort u mij? Hallo? Hallo, ja? Hallo? Ja, ik rijd door in onder allerlei hoogspanningsmasten door. Nou, dat in een van de tunnel. Nee, maar we hebben dus te maken met een... Anders moet u het straks nog maar even proberen, want nu kan ik u helemaal niet meer verstaan. Kunt u mij nu verstaan? Nu wel weer een beetje, ja. Nou ja, we hebben dus ook te maken met een meneer Fred Teven, u wel bekend. Staatssecretaris van Justitie voor de VVD. Die kent u toch, Fred Teven, of niet? Nou, meneer Teven is staatssecretaris van Justitie, ja. Ja, die heeft bijvoorbeeld verklaard dat zijn missie is, dat heeft hij gezegd tegen journalisten, om af te rekenen met de heer Demmink. Dat de reden is geweest om tot het kabinet toe te treden. Hij was officier van justitie, hij heeft Demmink onderzocht. Er zijn veel meer geluiden over pedofiele VVD-politici. De heer Ed Nijpels wordt door honderden mensen genoemd als pedofiel. In de media, als je googelt VVD, pedofilie, dan komen er tal van namen. De heer Henk Koning, daarvan staat vast dat het een pedofiel was. Er zijn eindeloos... Wat vindt u daarvan? Dat de VVD steeds... Ik vind helemaal niks. ...met pedofilie, meneer Wiegel. Nee, wat vindt u daarvan? Ik vind helemaal niks daarvan, meneer Kats. Want u hebt mij al eens eerder gebeld. Ja, maar daar gaat het er niet om. En u doet, nee, maar u doet daar, sinds een paar jaar heb je dat niet gedaan, dat vond ik heel plezierig. En nu komt u weer met al die verhalen, ik zeg er helemaal niks over. Maar vindt u niet belangrijk dan? Er zijn nu alle... Dus blijkbaar nu weer een of andere procedure aan de gang. En als er een juridische procedure aan de gang is, zeg ik daar gewoon niets over. Dat zou toch wel heel dom zijn. Nou, nee, om dat wel te doen, dat hoor ik ook niet. Meneer Wiegel, u bent het geweten van de VVD. De VVD wordt in toenemende Ik ben niet het geweten van de VVD, want dan zou de VVD wel een heel slecht geweten hebben. Nee, maar meneer Wiegel, wat u ook bent. Feit is dat de VVD steeds meer in verband wordt gebracht met pedofilie. De heer Frits Korthals-Altes was adviseur van de pedofiele vereniging Martijn. He, er komen feiten. Ed Nijpels, Henk Koning, het gaat maar door. Mark Rutte wordt nu ook in verband gebracht met kindermisbruik. Ik bedoel, meneer Wiegel, u kunt toch niet de ogen sluiten en zeggen, dat bestaat niet, niks aan de hand. He, ik zeg helemaal niks over. Maar wat vindt u ervan? Wat vindt u ervan? Ik zei het toch net tegen u. Ik vind er helemaal niks van. Er loopt nu blijkbaar... is een procedure aan de gang weer richting meneer Demmink. En dan kunt u niet, en dan kan niemand
van mij verwacht dat ik in dat soort procedures bepaalde dingen zeg. Ja, er zijn allerlei onderzoekingen. Nee, wacht u nou eens even. Meneer Katz, moet u eerst even naar mij luisteren. Nee, maar u roept het. Nee, maar u roept er steeds doorheen. Dus laat mij ook een keer doorheen roepen. Er is van, in het verleden van alles nog wat over de Demming gezegd. Daar is nooit iets van bewezen verklaard. Nou, nu is er weer zo'n procedure aan de gang. Dat is voor iedereen buitengewoon vervelend. En ik zeg gewoon, zolang er procedures aan de gang zijn, zeg ik er helemaal niks over. Dat is toch een normale handelwijze. Nee, dat is niet normaal, want er is dus... En ik wens u verder een prettige avond, want ik zit achter in de auto. Ik ben doodmoe. Ik heb een paar zware vergaderingen achter de rug. Meneer Wiegel, dit gaat om Nederland. Dit gaat om Nederland, de hoogste man van justitie.